Friesland Campina Sleidingen is gespecialiseerd in langhoudbare melk- en zuivelproducten in kunststofflessen. Er wordt in totaal 85 miljoen liter melk per jaar verwerkt in witte melk en specialiteiten zoals aroma- en chocomelk, kattenmelk, drinkjoghurt en pappen. Op de boerderij wordt de verse melk opgeslagen in gekoelde tanks. Op regelmatige tijdstippen wordt er opgehaald. Het begin van een speciale reis. Bij aankomst op de fabriek wordt eerst een staal aan het labo bezorgd. Daar vinden onderzoeken plaats op vet- en eiwitgehalte, zuurtegraad, temperatuur en antibiotica. Na goedkeuring mag de levering naar een opslagtank overgepompt worden. Wie de fabriek wil betreden, volgt eerst een strikte procedure om bacteriële besmetting te voorkomen. Tijdens het productieproces zal alle melk worden gestandaardiseerd om het juiste vetgehalte te verkrijgen. Voor speciale melkbereidingen worden er allerlei ingrediënten toegevoegd en opgeslagen in een van de tanks van de mengafdeling. Voor sterilisatie worden de producten naar de juiste opslagtank overgeheven. Nadien wordt het product naar de vulmachines gepompt. Op beeldschermen kan men het automatisch proces volgen en eventueel bijsturen. Per jaar worden er 155 miljoen flessen verwerkt. Literflessen, 500 gram flessen en 200 milliliter flesjes. Die zouden bij aanlevering heel wat volumetransport en opslag vereisen. Daarom worden de flessen ter plaatse geproduceerd in de blaasafdeling. Polyethyleenkorrels worden in een extruder gesmolten en komen als een lange holle buis in een matrijs terecht. In de matrijs wordt de fles gevormd door er onder hoge druk lucht in te blazen. De fles wordt via een buizensysteem en luchttransport naar de volgende machine geblazen, waar ze haar definitieve vorm krijgt. De liter en 500 gram flessen worden daarna gecontroleerd op lekken en naar een opslagplaats getransporteerd. Foutieve flessen worden terug vermalen en samen met de polyethyleenkorrels opnieuw gebruikt. Er zijn 8 vulmachines voor de diverse formaten flessen. Na het vullen wordt elke fles voorzien van een aluminium capsule die via verhitting wordt gehecht. Om een lange houdbaarheid te garanderen, worden de flessen verhit in sterilisatietorens. De producten worden daar opgewarmd tot een temperatuur van 120 graden Celsius. Na dit proces worden de liter en 500 gram flessen verder afgewerkt met een etiket of een sleeve. Die laatste wordt over de fles geschoven en vervolgens gekrompen in de krimptunnel.
tenslotte gaat er ook nog een schroefdop op. Iedere fles is voorzien van een lotcode en de vervaldatum en wordt afhankelijk van het product op verschillende manieren verpakt. Dit kan per 6 of 15 voor de liters en per 10 of 20 voor de 500 gram. De reis naar de paletmachine verloopt in de hoogte, waar er na stapeling een folie rondgewikkeld wordt, zodat een en ander een strak geheel vormt en goed verplaatsbaar is. De 200 ml flesjes, gemeenzaam de vijfdekens genoemd, vormen een half fabricaat en worden pas na tussenopslag en kwaliteitscontroles verder afgewerkt. Bij het manueel terug op de lijn zetten, wordt elk flesje gecontroleerd op leegloop of beschadiging en indien nodig vervangen door een goed exemplaar. Na de uitpakker worden de flesjes voorzien van een etiket of sleeve, eventueel van een drinkrietje en verder in de lijn verpakt in clusters van 3, 4 of 6 stuks. Nadien worden ze nog eens in een tray geschoven en via de transportband omhoog gebracht om ook gestapeld te worden op paletten en klaargemaakt te worden voor verzending.
Melk is dan ook een snel bederfbaar product. Daarom zijn tussentijdse steekproeven van groot belang. In alle fases van het productieproces zijn er gerichte controles op kwaliteit, inhoud en afwerkingen. Het labo test niet alleen op fysiochemische en microbiologische eigenschappen, ook smaaktesten zijn belangrijk. Om een versnelde kwaliteitscontrole te kunnen uitvoeren op de producten, worden een aantal stalen van elke productiebatch in een broedstoof geplaatst. Daar is een ideale temperatuur aanwezig om bacteriële groei te stimuleren. Ook controlestalen van verpakte producten worden opgeslagen om de kwaliteit tot einde houdbaarheid op te volgen en onderzoek uit te voeren bij eventuele klachten. Afval die ontstaat tijdens het productieproces wordt op het milieupark netjes gesorteerd. Metaal en karton worden apart gestockeerd voor recyclage. Strikte hygiëne blijft een topprioriteit tijdens en na het productieproces. Op regelmatige tijdstippen worden zowel het machinepark als de vloer grondig gepoetst en gedesinfecteerd. Eigen engineers verzorgen het investeringsprogramma. Dat gaat van het ontwerp van nieuwe installaties of aanpassingen of automatisatie van bestaande lijnen tot de uitvoering van de projecten en inbedrijfsname. Het onderhoud van de gebouwen en machines is in handen van de technische dienst. Aan de hand van een tijdschema worden de installaties periodiek onderhouden. Er gebeuren dan ook kleine aanpassingen en optimalisaties. Techniekers aan de lijn zorgen voor de ombouw en afregeling van machines bij productwissels en het direct oplossen van kleinere storingen. Ook de uitbating van de waterzuiveringsinstallatie is in handen van de technische dienst. De fabriek verbruikt veel water voor reiniging en spoel. De waterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 16.000 inwoners equivalenten zuivert het afvalwater tot het de kwaliteit heeft van drinkwater. Dit wordt geloosd in het Brakke Lijken, vanwaar het naar het spaarbekken van Kluizen vloeit. Op vaste tijdstippen is er eens per week een operationeel overleg met de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen. Hierin worden de resultaten met betrekking tot veiligheid, welzijn, kwaliteit en rendement besproken.
Zonder een logistiek team kan de plant niet optimaal functioneren. Deze mensen staan in voor het dagelijks lossen en laden van verpakkingsmaterialen, ingrediënten en hulpstoffen. En het aan- en afvoeren van deze materialen naar de verschillende productieafdelingen. Tevens verzorgen ze de afvoer van de afgewerkte consumentenproducten naar de opslagmagazijnen en tenslotte het laden van vrachtwagens voor verschillende distributiecentra en containers voor export. Ondanks recente investeringen besliste men in 2014 de vestiging in de Witte Moer te sluiten. Eind augustus 2015 reed de laatste vrachtwagen buiten en bleef het hekken voorgoed dicht.